machtig geluid. Zo ergens vanaf de zomer van 1942 was het er elke nacht. Golf na golf na golf. Een geluid dat de hoop op een spoedige bevrijding deed groeien. Van slapen kwam niet veel in die oorlogsnachten. Vooral omdat het luchtruim boven Gelderland als het ware één grote snelweg naar het Ruhrgebied was. En de grote rivieren, stromen allemaal door onze provincie, waren voor de geallieerde piloten als het ware één grote AWB-pijl naar het hart van Duitsland. Het was een oorlog die zich vooral boven ons hoofd afspeelde. Maar soms, vaker dan ons lief was, kregen we er wel mee te maken. Zoals in de nacht van 12 maart 1943 hier in Loerbeek. Ik weet van het ongeluk alles, behalve ik heb het vliegtuig niet horen vallen. Want het was 9:00 PM, dus wij sliepen. Ik was 9 jaar en mijn zus en ik sliepen ze halfweg de trap. En ik werd wakker doordat ik mijn moeder hoorde roepen van, oh god, mijn kinderen. En die rende de trap op en die trok ons van bed en gelijk viel de brokstukken brandend al door het raam op bed. En toen moesten wij naar beneden toe. De gang in, achterkant brandde alles. We moesten hard rennen hoor, dat we helemaal aan de voorkant stonden. En dan stonden we bij de deur met z'n vijven. En niemand kon die deur open krijgen. Die kwam klemde. Nooit open, die klemde. En ik weet nog goed dat mijn moeder, die was nog in de keuken, die wou iets pakken. Ineens heel rustig kwam en zei, ga jullie maar de kant, ik doe de deur wel open. En ze deed de deur open. En dat was onze redding. Het is 10:00 s'avonds als er in het luchtruim boven Loerbeek een Stirling-bommenwerper in de problemen komt. Het toestel stort neer en brokstukken komen terecht op de boerderij van de familie Giessen. Vader Giessen en zijn twee oudste zoons, die vanwege het lawaai buiten zijn gaan kijken, komen om het leven. Net als de 8 bemanningsleden van de bommenwerper. We zijn van die kant gekomen dus, vanaf de Benzel daar. En toen konden we tot de weg komen daar hier, de Diemtjeweg is daar. Waar dat huis staat, op die afstand ook weer, konden we hierbij komen. Er was één brandende vlakte. Dat is wat je aantrof, één brandende vlakte? Eén brandende vlakte, ja. Toen de voordeur open was, moesten wij de tuin door, een sloot over, weiland door. En toen gingen wij terug naar de familie Jansen, die woonde daar ginds op de hoek. Want er waren vrienden van ons. En daar zijn we in eerste instantie opgevangen. Ondertussen kwamen natuurlijk al mensen. En ik weet nog wel dat de molenaar kwam. Dat was een vriend van mijn vader. En die zei op een gegeven moment, ja, ik zal er toch een paar meenemen, want jullie kunnen niet hier allemaal slapen. En toen moesten mijn zus en ik moesten mee. Dat weet ik allemaal nog zo goed. Maar daar wist mijn zus nu ook allemaal niks meer van. En we werden daar in bed gestopt. We werden liefdevol opgevangen, ik kan niet anders zeggen. Volgende morgen kregen we kleren van hun, kinderen. Moesten we naar de kerk. Ja, het is goed voor jullie gezorgd. Heel goed voor ons gezorgd. Maar op dat moment wisten jullie nog niet dat thuis, je wist dat het huis brandde. Ja, maar niks van mijn vader en mijn broer. Maar je wist nog niet hoe dramatisch het afgelopen was. Dat was wel heel naar, want wij kwamen terug uit de kerk en we waren bijna bij de molen. En toen kwamen de kinderen uit de buurt. En die zeiden tegen ons van, jullie vader en jullie broer zijn alle drie dood. En toen wilden wij meteen naar moeder toe, maar toen werden we tegengehouden door de molenaar. Die zei, nee, jullie gaan eerst rustig mee eten en dan gaan we zo wel naar moeder toe. Maar hij zei verder ook niks. Nou, en toen zijn we dus naar moeder gegaan. Nou ja, die hoefde ons niks meer te vertellen. Ik denk dat het jou de rest van je leven heeft beziggehouden. Ja, daar raak ik nooit meer kwijt. En zelfs al is het vandaag, precies vandaag, 75 jaar geleden, is het nog steeds iets waar jij direct tranen van in je ogen krijgt? Nee, nog steeds. Heb ik nog steeds last van. Ja, dat gaat nooit meer over, hè? Nou. En je kunt er verder met niemand over praten, alleen met hem, hè? Ja, dat is wel heel fijn, denk ik. Ja. Dat jullie het samen kunnen delen. Ja. Het
Drie dagen na de noodlottige crash wordt de bemanning met militaire eer begraven. Pas vijf dagen later worden de burgerslachtoffers begraven. Het is heel gek. Ik kan me niet herinneren in de kerk geweest zijn dat we hier geweest zijn. Ik weet alleen dat bij Otters de samenkomst was. En dat er maar steeds meer mensen kwamen. Steeds meer mensen. En ooms en tantes hebben ons een beetje afgeschermd waarschijnlijk. Ja. Zeg ze steeds. Je ziet alleen maar mensen, mensen, mensen. Van de Mulo, al die klasses, die waren er allemaal. Het was ongeveer acht dagen nadat ze om het leven gekomen waren dat de begrafenis was. Ja, zeker. Dat was heel frappant. Dus dat het leek nergens, op. Dat andere moest voorgaan. Hè? Eerst de militairen en dan de burgers. Die waren toen al begraven. Want wat heeft het voor jou als klein meisje betekend? Want ja, je was Heel veel. Ik heb mijn vader altijd gemist. Vanaf 9 jaar, hè? Ja, dat is jong. Ja. Maar net zoals ik al zei, ja, je krijgt weer vrienden en vriendinnen, verkeringen, je gaat trouwen. Dan wordt het een beetje op de achtergrond. Maar ik heb toch altijd mijn vader wel erg gemist. En daar ben je hele leven erg van bewust geweest? Ja. Ik heb heel veel fijne beelden van hem. En dat denk ik ook vaak aan. Daarom dat probeer ik dan maar voor me te houden. Dat was toch ook leuk, dat heb je wel meegemaakt. En voor de rest, ja. Het is niet anders. Voor de rest moet je ermee doen, hè? Ja, maar dat heb ik een goede aan. Ja. In die vijf oorlogsjaren zullen er boven Nederland maar liefst 5000 vliegtuigen neerstorten. Het merendeel Britse bommenwerpers, maar ook honderden Duitse toestellen afkomstig van Delen. Fliegerhorst Delen, het grootste vliegveld van West-Europa. Jager wordt prooi en het luchtruim boven Nederland de arena waar het gevecht zich afspeelt. Tot nu toe is dit het enige eigenlijk wat we hebben gevonden, wat op zich niet zo verwonderlijk is, omdat vergroot gedeelte uit hout bestond, Mosquito vliegtuig. Het lijkt niet veel, maar als je dus beseft dat hier twee jongens in hebben gezeten die voor onze vrijheid het leven hebben gelaten, dan wordt dat toch wel heel erg bijzonder. 12 december 1943. Benjamin Reynolds en Frank Douglas vertrekken met hun Mosquito om de Kroepfabrieken in Essen te bombarderen. Op de terugweg worden ze boven Herwijnen volkomen onverwacht aangevallen door een Duitse nachtjager. En die beelden die staan bij Jantje van Arkel op het netvlies gebrand. Dan draait in mijn hoofd dat ik weer 11 jaar zit. En dan zie je weer dat gebeuren van zo. En dat heel die lucht, dat hadden we nog nooit gezien. Dat was angst. Dat was angst. Een ontzettende harde herrie in de lucht. Ik kan niet omschrijven of dat een klap was of iets dergelijks. Maar het was hier een heel erge harde herrie. De ene keer was alles licht. Alles brandde. Nou, en ja, toen begon het eigenlijk. Wij zagen nog net, ik tenminste, nog net dat laatste stukje, dat grootste stuk van het vliegtuig, daar vlak bij ons neerviel. En daar lag daar te branden. Hier was de deur. En hier uit dus deur konden we zien. En daar vloog het vliegtuig uit elkaar en dat is toen daar neergestort. Bij die caravan en dan iets nog verdere polder in. Dat was één deel. Het staartstuk lag ergens anders, hè? Het staartstuk lag hier achter het varkenshok, in het bogertje. Nou, dat was me goed 100 meter, denk ik, hier achter het huis. Dus eigenlijk ben je dan nog heel goed weggekomen? Ja, dat zijn we zeker. Op het fort van Herwijnen, daar lagen Duitsers. En die kwamen al gauw met zijn jeep. En die zijn daar naartoe gegaan. Toen zijn er twee Duitsers moesten er blijven. Om te bewaken. En de volgende morgen miste het heel erg.
En toen waren die twee Duitsers deur en deur tot op de botten toe koud en honger en dorst. Ze hadden niks bij haar. En toen kwamen ze naar ons huske toe. En toen moest mijn moeder al wat eetbaar was en ze moest de kachel opwarmen dat warmer was. Toen hebben ze daar een tijd gezeten en toen hebben hulje op wat eigenlijk voor ons bedoeld was. Als ik dan naar de kerk ga, daarachter is het kerkhof, dus naar de kerk en dan ging ik naar huis. Dan ging ik altijd over het kerkhof en dan liep ik soms wel ja, 1,5 tot 2 uur over de kerkhof te dwalen. Maar altijd bij die twee mannetjes. Ze liggen vlak langs de pad, altijd even en even de stenen nog lezen. En daarvoor ben ik zo ontzettend dankbaar dat ze hier... Ja, die jongens merken er natuurlijk niks van, maar... Voor de nabestaanden daar, dat ze er hier goed voor zijn. Ja. Randorf, Dobson, Wing Commander Chapman. Dit monument staat er nog maar een jaar. Het is een herinnering aan de crash van een Engelse bommenwerper... op 26 maart 1942. Volgens de studiegroep Luchtoorlog liggen er in Nederlandse bodem zo'n 500 van dit soort vliegtuigwrakken. En waarschijnlijk zo'n 1000 bemanningsleden. De laatste rustplaats van mannen die een oorlog uitvochten, ver van eigen huis en haard. Ze waren op weg naar Keulen. Dat was hun missie, dat moesten ze bombarderen. En ze kwamen op de weg terug. Kwamen ze hierboven, de Betuwe. En toen zijn ze onderschept door een Bruno Eckmeyer. Dat is een hele gevreesde Duitse jager. En die heeft ze hier neergeschoten. Ik zie een vijand en grijp aan. En in dit geval waren er dus 3 Nieuw-Zeelanders bij. En een Canadees en 3 Engelsen. Ik ga dan proberen te achterhalen waar die jongens vandaan kwamen. Bij eentje viel er toch wel tegen en dat was Trevor Pike. En toen dacht ik van ja, dat is maar één mogelijkheid wat ik nog kan doen. Gewoon een annonce in de krant zetten. En daar heeft Trevor zijn broer Kevin, die heeft erop gereageerd. Hij zegt, ik heb hem wel niet gekend, want ik ben een jaar nadat hij hier neergestort is, ben ik geboren. Maar ik wil dolgraag een keer naar zijn crashplaats en naar het graf toe. They had no hope of coming back and saving themselves. And I feel that it'd be one hell of a night for them. I found this morning. It's still covered in mud. So these are small pieces of the wreckage of the plane. Mm. Yeah. Small pieces of aluminium. You know, that's marvelous. So I would treasure that forever. Thank you very much. And you try and visualize or try and feel how they would feel, which we can't experience how they were going. You know, it's something that I've always wanted to do. Taking years and years, I'm 74 now. Mum said he was a placid type of guy. He liked his mountain climbing and glacier climbing, and he was just, you know, he was a happy-go young fella. And of course, when the war broke out, well, if that was it, he was gone, you know, regardless. So up to that stage, he was like any other young guy in those days. They were prepared to go and fight. He was 21 when he got shot down. Yeah, very much. Gelukkig komen niet alle neergeschoten vliegers om het leven. Er zijn er veel die zich met parachute kunnen redden of die een veilige landing kunnen maken. Maar daarmee dringt zich meteen een nieuw probleem op. Waar moeten ze heen?
en hoe komen ze thuis? En in een aantal gevallen gaat die weg via een huisje hier in de bossen bij Eerbeek. Het was een organisatie die gevallen Blemalien, die neergeschoten waren, oppikte en weer terugstuurde naar het zuiden toe. Dus Engelsen die hier gestrand waren, ja. die moesten ergens naartoe. Hoe deed u dat? Op de fiets. Eén voor één achter op de fiets. Ze kwamen ze hier brengen. Ze werden ergens in de omgeving opgepikt. Er was een beperkt gedeelte. Die brachten ze bij mij. En ik bracht ze naar kamp Koldenhoven. De directeur was de heer Wolzak. En daar was een huisje. En ja, dat huisje moest je niet komen. Want daar stond een groot bord, een roodvonk. Nou, ik werd dus gesnapt op de Doonweg is hierachter. En dan heb je een kruispunt met de Harderwijkerweg om naar Koldenhoven te komen. En ik fietste dus die Doonweg af met een parachutist achter op de fiets. En op de Harderwijkerweg stond een Duitse patrouille. En met lichtjes aan. Ja, wat moet je doen? Dus ik fietste gewoon door. Met die Engelsman die een overall aan had, maar gewone kistjes onderuit stak. Achter op de fiets. Maar je had niet zoveel licht op die auto's, het was donker. Dus ik fietste voorbij de koplampen. En toen heb ik dus een vriendelijk gesprek gehad met de Duitsers. Die waren de weg kwijt en die vroegen hoe ze naar Eerbeek moesten komen. Ik zei, dat kan ik je wel vertellen. Met die Duitser achter op de fiets nog? Met die Engelsman achter op de fiets nog? Oh, die zou die tijd blijven zitten, die parachutist. En die hield wijzelijk zijn mond? Ja, die hield zijn mond. Ja, die had ook. Ik verstond er natuurlijk ook niks van. Nee. En toen heeft u de weg gewezen en door? Toen ben ik doorgefietst naar Kamp Koldenhoven om de jongen af te leveren in dat Rode Vonkhuis. Baron van der Vels uit Brummen, die reed in een ambulance. Echt ambulancewerk, maar daarnaast gevangenen vervoeren. Dus dit soort jongens die op kamp Koldenhoven, die moesten weer naar het zuiden. Dus dan kwam de ambulance en daar stapten ze in en dan gingen ze naar Ede. En in Ede kwamen ze weer met een andere organisatie en dan gingen ze de rivier over. Maar dat was echt een heel netwerk. Dat was een netwerk. De escape route heette dat. Het gevaar komt van boven en soms uit onverwachte hoek. Op 22 februari 1944 trekken er bommenwerpers over Nijmegen. Om 1:16 loeit het signaal veilig, maar luttele minuten later breekt de hel los. 800 burgers vinden de dood. Nijmegen, de oude keizerstad, de trots van Nederland. Met haar prachtige bouwwerken en cultuurmonumenten, het spiegelbeeld van vergane eeuwen, ging in rook en vlammen op. Onze school Montessori College heeft samen met basisschool Montessori Nijmegen Oost dit monument geadopteerd. Dus leveren wij ieder jaar een bijdrage aan de herdenking. Alle 24 leerlingen hebben een portret gekregen van een omgekomen kleuter die op deze Montessori kleuterschool zat. De bedoeling was dat ze dan een gedichtje, een kort gedichtje schreven. En dat komt dan op de achterkant van het gedachtenisprentje. En dat ze zelf ook de voorkant ontwierpen. En die prentjes hebben ze uitgedeeld na de herdenking. De juf die had dan een paar kinderen dan laten zien die dan toen overleden waren. En daar ook een verhaal bij verteld. En dan moesten wij dan zo'n prentje voormaken en dan ook een gedicht. Dat was best wel op zich irritant, want je zit steeds met twee gedachten van het is toch wel stom dat diegene is overleden. Maar het is ook wel weer leuk om zo'n gedachteniskaartje te maken, om mensen blij te maken die deze persoon goed kennen.
Dus daarom, ik vond het wel heel speciaal om zo'n kaartje te maken. Moeder voelt aan dat er iets niet goed gaat. Ze pakt de trein naar huis, maar het was al te laat. Je vader zocht dagenlang tussen puin naar jou en je zus. Nu jaren later denk ik aan jou. Zou ik je mogen vertellen hoeveel ik van je hou? Ik had Thea Segers. Ze was ongeveer 4 jaar. En die moeder die was haar aan het zoeken, want die had al door dat iets niet goed was. Maar die kon niet met de trein, kon ze niet weg, want ook al, ja, die kon. En ja, toen was ze niet meer gevonden. Ik heb een kaartje gemaakt met een meisje om een, die aan het schommelen is in een boom. En met een soort van schilderijtje met Ellie Poos daarin. Een beetje geïnspireerd op het monument? Ja. Mooi met je nieuwe kleertjes aan ben je die dag naar school gegaan. Toen ging het alarm weer. Op Nijmegen vielen de bommen neer op de plek waar nu het schommel staat. Maar toch was het voor jou te laat. Rustig, lieve Ellie. Ellie Poos was een meisje die heel gedreven was. En die altijd hard werkte, maar wel tegenstrijdig was met dat ja was ja en nee was nee. Wat heb je over dat bombardement geleerd? Dat er heel veel mensen zijn overleden in het bombardement en dat het nooit meer moet gebeuren. Nog diezelfde dag werd Arnhem gebombardeerd. 80 doden. En er zouden er nog honderden volgen. Bij bombardementen op Ede, Huissen, Wolfheze, Zutphen en Doetinchem. De luchtoorlog speelde zich boven ons hoofd af. Tussen mannen zonder namen en gezichten. Behalve als het misging. Dit was 75 jaar vrijheid. Volgende week gaan we het hebben over het verzet. Graag tot dan. Zaterdag is er weer een Gelre dag. Deze keer gaat het over de luchtoorlog die boven Gelderland gevoerd is. Het wordt gehouden in de Tweede Wereldoorlog en Vliegeniersmuseum in Vuren. En rond het fort worden allerlei activiteiten georganiseerd. De toegang is gratis, dus mis het niet en kom naar Vuren.